Dit is Flevoland van dinsdag 27 april, Koningsdag. Dit jaar wordt Koningsdag opnieuw in corona-omstandigheden gevierd, dus geen grote oranje feesten in de Flevolandse steden en dorpen. Maar er worden toch heel wat activiteiten georganiseerd, virtueel of coronaproof. In de straat Melisse in Dronten werd Koningsdag afgetrapt met een versierde fietsentocht voor kinderen. We zijn eigenlijk begonnen met een fietsoptocht met kinderen met allemaal gekleurde fietsen, rood, blauw en oranje. Nou, dat is gewoon superleuk. We hebben dat met kerstavond ook gedaan, maar dan met lichtjes. En dat was toen zo'n succes. Hierachter wonen allemaal oudere mensen ook. En die zaten toen op de opritten en die stonden er nu ook weer bij. Dus het is gewoon hartstikke leuk. We dachten, ja, we wonen hier met zoveel kinderen en kleinkinderen in zo'n straat. Nou is het leuk om iets voor jong en oud te doen, zodat en opa's en oma's en ouderen kunnen genieten en de kinderen ook. Dus van alles te doen eigenlijk. Op Urk was de traditionele oubade bij het gemeentehuis. Urkers konden het zingen via een livestream volgen. Na de oubade werd de Urkenvlag gehesen. Burgemeester Van der Bos liet na afloop weten dat hij tevreden is over het verloop van de Koningsdag. Er zijn uiteraard hebben zich wel dingen voorgedaan. Er hebben ook brommertjes door het dorp gereden. Er is een scooter in de brand gegaan. Maar dat is in vergelijking met wat hier alle voorgaande jaren is geweest, is dat een relatief zeer rustige Koningsnacht. En dat is een compliment uit richting de jeugd. In de Oranjewijk was er in de tuinen en op de stoep een rommelmarkt voor buurtbewoners. Dat bracht alleen ook Urkers van buiten de wijk op de been. Urk trekt Urk en iedereen komt even kijken. En van het een kwam het ander. Dus vanmorgen gingen we hier met z'n allen zingen met een hele band. En zo loopt het hier vol eigenlijk. Want je zegt, we proberen het corona-proof te doen. Ja, ja, is niet helemaal gelukt. Nee, is niet echt gelukt. Maar wij proberen wel zo dagelijks mogelijk gewoon te leven. En ik heb zelf corona gehad en ik ben zaterdag nog getest. Dus ja, ik heb zoiets, ik kan het gewoon doen. En zo denken er velen met mij, denk ik. In Emmeloord was er de King's Walk, een wandeling met sportieve elementen. Deelnemers waren enthousiast. Er is verder niet zoveel te doen. En dan is het gewoon leuk om even hier aan mee te doen. Je bent lekker in de buitenlucht. Het is mooi weer, dus dat treffen we. En bewegen natuurlijk is ook altijd fijn. En je ontmoet wat andere mensen. Je hebt een beetje persoonlijke training. Dus dan kijken zij hoe je de oefening uitvoert. En dan krijg je tips en tricks. En dat is wel heel prettig. Voor vandaag hebben we een rondje van Oranje georganiseerd. En dat is een rondje koninklijk. Informatie over het Koninklijk Huis. En ik sta hier in Lelystad. En het is dan om en door Lelystad. En dan gaan we punten langs waar de koning en de koningin ook iets mee te maken hebben gehad. Het was onderweg, gingen we met de auto en dan gingen we langs allemaal letters rijden en we kwamen allemaal plaatjes tegen. Okay. Hier zo. Okay. En heb je ze allemaal kunnen vinden? Bijna allemaal. Mijn moeder heeft er wat meer gevonden dan er eigenlijk op stond. De hechte band tussen de Oranjes en Urk gaat ver. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat toenmalig koningin Wilhelmina een bezoek bracht aan Urk. In de jaren die volgden zijn er vele bezoeken geweest van Oranjes aan het Vissersdorp. Tieme en Adrie Roos zijn echte Oranje-fans. Ze wonen in een klein Oranje-museum. En zij kijken naar de mooie en bijzondere momenten van de Oranjes op Urk. Zoals dit in 1994. Dan was Willem-Alexander natuurlijk nog een stuk jonger. Vergeet je nog weer zulke dingen. Ja. Echt. Met Klaus, die staat ernaast. Ja, ja, prachtig. Maar voor Urk was het mooiste moment dat de kroonprins in Urkerdracht liep. Nou, dat is gewoon heel erg leuk. Want een Urker is trots op zijn klederdracht. Een ander belangrijk bezoek aan Urk was dat van koningin Juliana in 1968. Haar majesteit legde een krans bij het monument dat Urk aan de waterkant heeft opgericht. Voor de bijna 300 vissers die in de laatste 150 jaar bij de uitoefening van hun beroep op zee zijn gebleven. En dat de koningin het monument onthult is belangrijk. Veel mensen willen het moment meemaken en de koningin zien. Nou, het geeft weer hoe Urk ook is, want als je ziet hoeveel mensen er omheen staan, dan is eigenlijk het monument te klein voor het aantal mensen dat er staan. Voor Tieme en Adrie Roos persoonlijk is het bezoek van meester Pieter van Vollenhoven erg bijzonder. De echtgenoot van prinses Margriet kwam in 2010 langs om het 100-jarig bestaan van mannenkoor Halleluja te vieren.
Tieme zingt mee in het koor en Adrie mocht de bloemen overhandigen. Hij moest in zijn bank blijven zitten, maar toen kwam hij eruit en toen kreeg ik een zoen van hem. Hij zegt, ik ga je zoen, dus dat vond ik wel echt een leuk moment was dat. Ik bood hem die cd aan en toen pakte hij zo die, net als hier zo'n microfoontje pakte hij. En toen ging hij mij toespreken, maar ook het koor en de Urkers die er allemaal zaten. In 2016 brengt koningin Maxima een bezoek aan Urk. Het lijkt haast Koninginnedag in het klein. Ze komt om te praten over Burendag, maar haar bezoek krijgt een andere wending als een paar dagen voor het bezoek Urk wordt opgeschrikt door een grote gasexplosie. Een woningblok met 6 huizen wordt verwoest. Naast het geplande bezoek praat de koningin ook met de slachtoffers van de gasramp. Dat was wel een heel warm momentum. Dat hebben die mensen ook wel allemaal heel erg gewaardeerd en stond toen ook in de krant. In 2017 was het koninklijk paar voor het laatst op Urk. Willem-Alexander en Maxima brachten een streekbezoek aan Flevoland. In 1981 deed koningin Beatrix dat ook. Ze kwam toen aan per helikopter. De gemeente Urk is massaal uitgestroomd om de koningin te begroeten. Voor meer bijzondere foto's en video's van de Oranjes op Urk kan je kijken op onze website en app.